Om de loonkosten te verzachten en de tewerkstelling een duwtje in de rug te geven, riep de overheid verschillende subsidiemaatregelen in het leven, zoals de RSZ-subsidie in het kader van doelgroepvermindering. HR-experte Sandra van Dorpen praat hierover met Gunther Botteldoorn van SD Works. Dag Gunther, we gaan het hebben over doelgroepenvermindering. Sinds 1 juli is er dus een nieuw Vlaams doelgroepenbeleid. Wat houdt dat precies in? Ja. Dit houdt in dat in Vlaanderen, net als voorheen in de federale overheid, men werkgevers wil gaan stimuleren om bepaalde kansengroepen aan het werk te zetten. Over welke doelgroepen spreken we dan? In Vlaanderen spreken we vandaag over drie groepen. Enerzijds de jongeren, lage school jongeren, de ouderen en mensen met een handicap. En over welke bedragen hebben we het dan? Die bedragen hangen af van een aantal parameters. Enerzijds de leeftijd, de graad van geschooldheid bij jongeren, de tewerkstellingsgraad en de prestaties die men levert in een bepaald kwartaal. Maar laat ons zeggen, groot worden, dat we daar spreken over 1.000 euro per kwartaal. Ik heb ook ergens gelezen dat het allemaal niet simpeler geworden is. Helemaal niet, dat stellen wij ook vast vanuit SD Works. Dat het voorheen sowieso al niet evident was, omdat het elke vermindering gekoppeld is aan een aantal voorwaarden. Je hebt heel wat verschillende verminderingen, waardoor firma's het bos door de bomen niet meer zien. Mm-hmm. Dat is één. Twee, hebben we nu een nieuwe wetgeving die nog een stuk gelijk loopt met overgangsperiodes naar met de oude wetgeving. Ja. Dat is een bijkomende complexiteit. Mm-hmm. Wij raden aan werkgevers om zich te laten assisteren. En dat we vooral vaststellen vanuit SD Works dat bedrijven heel wat centen laten liggen, mm-hmm. Waar ze volgens de wetgeving recht op hebben. Om u een voorbeeld te geven, hebben wij de voorbije jaren 150-tal bedrijven geassisteerd in het screenen van heb ik in het verleden een aantal RSZ-verminderingen laten liggen. Ja. Want dat is ook iets wat heel wat bedrijven niet weten, dat ze retroactief nog kunnen gaan corrigeren. Ja, men kan dus terugkijken in de tijd. 3 jaar, als ik het goed begrepen heb. Maar wellicht is het ook goed om vooruit te kijken. Ja, inderdaad. En ik zou daar een aantal dingen adviseren. Enerzijds zeer goed kijken van als ik iemand aanwerf, van waarvoor komt hem in aanmerking? En wat is het verschil met voorheen? Ten tweede zou ik ook adviseren om de praktische aanpak bij aanwervingen toch een stuk te gaan formaliseren om geen enkele stap over te slaan en zo geen enkele vermindering te gaan missen. Zijn er nog andere redenen waarom bedrijven dergelijke doelgroepen, medewerkers uit dergelijke doelgroepen aan het werk kunnen en moeten stellen? Het financiële is natuurlijk een van de redenen, maar daarnaast is er natuurlijk ook een maatschappelijk gegeven om mensen die anders minder kansen krijgen op de markt toch ook wel meer kansen te bieden. Ik denk dat de kijker voldoende nuttige tips heeft om daarmee aan de slag te gaan. Heel hartelijk dank voor het gesprek.